Morgenavond om 7:05 een nieuwe aflevering van Hornblower. De Britse vloot ligt voor Gibraltar. Hornblower wordt naar Algiers gestuurd. Om 10:00 de sfeervolle thriller Devil in a Blue Dress, waarin Denzel Washington in de netten verstrikt raakt van Jennifer Beals. En om 11:45 de eerste aflevering van Fire Company 132. Maart 1999. Dit is Morgen gebeurt het, met vanavond onder meer het einde van de Bijlmer-enquête, reacties van de mensen om wie het allemaal ging en gaat. Akin Birdal, de vechter voor mensenrechten in Turkije, krijgt de geuzenpenning per koerier. Goedenavond. Zo dadelijk een reportage over een held die Turkije niet uit mag om in Nederland de geuzenpenning in ontvangst te nemen. En Ton van Rooyen staat in de Bijlmer met reacties op de afloop van de enquête. Zo dadelijk praten we met mensen waar 6 jaar lang niet naar is geluisterd. Bewoners van de Bijlmermeer in Amsterdam die de afgelopen 4 weken hopelijk antwoord hebben gekregen op de vele vragen waar ze al die jaren mee hebben rondgelopen. Maar eerst het nieuws met Roderick Velo. Goedenavond. 2 mensen uit het Noord-Hollandse Boven-Karspel zijn overleden als gevolg van besmetting met de zogenoemde veteranenziekte. 24 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Medici sluiten niet uit dat er nog meer mensen zijn die de gevaarlijke bacterie hebben opgelopen. Later komen we op dit onderwerp nog terug. Er zijn wel degelijk mannen in witte pakken geweest en El Al had al vlak na de Bijlmerramp de beschikking over alle vrachtbrieven. Dat zijn de voorlopig laatste spectaculaire onthullingen van de enquêtecommissie Bijlmerramp. Volgens minister Jorritsma, minister van Verkeer en Waterstaat, tijdens de nasleep van de ramp had ze er alles aan gedaan om alle documenten boven water te krijgen. Dat El Al die documenten dus wel in haar bezit had, maar niet overhandigde, noemde ze heel raar. Tijdens het verhoor met de voormalige minister van Justitie Zorgdrager concludeerde de commissie dat de geheimzinnige mannen in witte pakken werkelijk bestaan hebben. Wij hebben inmiddels een bevestiging als enquêtecommissie van de aanwezigheid van mannen in witte pakken met puntmuts. Dus die puntmutsen, die mannen met puntmutsen, die waren er in ieder geval wel. Die verklaring wordt verder. Onderzoek tijdens de ambtsperiode van Zorgdrager daarover leverde niets op. De commissie gaat nu het eindrapport opmaken en dat moet volgens plan op 31 maart klaar zijn. Na ons nieuwsoverzicht meer aandacht voor de laatste dag van de verhoren rond de Bijlmerramp. De 15 Turkse vrouwen die in Amsterdam al 5 weken in hongerstaking zijn, hebben hun actie vanmorgen beëindigd. De vrouwen protesteerden tegen het beleid van staatssecretaris Cohen om illegale buitenlanders die zowel gewoon belasting betalen, toch het land moeten worden uitgezet, de zogenaamde witte illegalen. De reden om de actie te beëindigen is onder meer het plan van burgemeester Patijn om een commissie van burgemeesters nogmaals naar de dossiers te laten kijken. De 30 Marokkaanse mannen die nog in hongerstaking zijn, zetten hun actie voort. Ze gaan in ieder geval door tot aanstaande dinsdag. Dan wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de positie van de witte illegalen. In Leiden heeft Nelson Mandela vandaag van de Universiteit van Leiden een eredoctoraat gekregen. Het is een bijzonder eredoctoraat omdat het zelden voorkomt dat een niet-wetenschapper deze onderscheiding krijgt. Hij werd eredokter als behoeder van de vrijheid. Bovendien kreeg hij het Mandela Studiefonds cadeau. Per jaar mogen 5 Zuid-Afrikaanse afgestudeerden een jaar in Leiden studeren op kosten van de universiteit. In zijn toespraak voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer pleitte Mandela voor een sterke handelsband tussen Nederland en zijn land. Economische groei is onontbeerlijk voor het nieuwe Zuid-Afrika. Mandela's speech werd gevolgd door een minutenlange staande ovatie. Het bezoek aan Den Haag eindigde met een lunch in het bijzijn van koningin Beatrix en premier Kok. Een historisch moment vandaag voor Polen, Tsjechië en Hongarije. De 3 landen traden vanavond in de Verenigde Staten officieel toe tot de NAVO.
In de aanwezigheid van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Albright werden de officiële documenten ondertekend. Met de toetreding van de drie voormalige Warschau-paktlanden komt het totaal aantal NAVO-landen op 19. In een toespraak op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel noemde secretaris-generaal Solana de toetreding het definitieve einde van de deling van Europa. Rusland is minder blij met de toetreding. De Russen vrezen dat een grotere NAVO de internationale verhoudingen geen goed zal doen. 15 graden en een heerlijk zonnetje, perfecte omstandigheden om een terrasje te pikken. Voor het eerst dit jaar en officieel begint de lente pas op 21 maart. In Utrecht keken terraseigenaren nog even de kat uit de boom. Daar bleven veel terrassen beperkt tot één of twee tafeltjes. Maar in Amsterdam een heel ander gezicht. Grote terrassen en geen plekje onbezet. Bent u al een beetje verbrand? Ik krijg de indruk, ja. Ik krijg een echte indruk. We zitten hier ook al vanaf 1:30, hoor. Dus dat wil wel. Het is moeilijk voor te stellen, maar vorig jaar rond deze tijd was er nog regen en sneeuw. Toch is 15 graden voor deze tijd niet ongewoon. In 1990 haalde het kwik rond 30 maart zelfs meer dan 20 graden Celsius. De zon zal zich niet lang laten zien. Dit weekende zou alleen het zuiden van Nederland van de zon kunnen genieten. Reden genoeg om vandaag extra lang buiten te blijven zitten. Ja, er is echt weer voor, hè, voor een pilsje. Dus. En dus niet de eerste en zeker niet de laatste. Zolang de zon het hier volhoudt, dan houden wij het ook weer vol. Dus er wordt schommelen vanavond. Ik heb het al eerder gezegd, twee mensen uit het Noord-Hollandse Bovenkarspel zijn overleden als gevolg van besmetting met de zogenoemde veteranenziekte. 24 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Medici sluiten niet uit dat er nog meer mensen zijn die de gevaarlijke bacterie hebben opgelopen. Veteranenziekte is een hele ernstige vorm van een longontsteking, waarbij je, als je niet de goede medicijnen gebruikt, heel erg ziek kan worden en in sommige gevallen kan overlijden. De veteranenziekte is mogelijk opgelopen op de West-Friese flora in Bovenkarspel. De ziekte wordt veroorzaakt door de Legionella-bacterie. De symptomen van een Legionella-longontsteking zijn die, zoals je die bij iedere andere longontsteking kan zien. Dat wil zeggen, het begint vaak met koorts, soms met koude rillingen erbij. Patiënten hoesten, geven daar over het algemeen weinig slijm mee op. Ze kunnen kortademig worden, kunnen pijn op de borst krijgen. Tot nu toe zijn er 24 mensen met de bacterie besmet. Ze zijn alle verspreid over verschillende ziekenhuizen opgenomen. Deskundigen sluiten niet uit dat er nog meer bezoekers van de flora de ziekte onder de leden hebben. Ja, die mensen kunnen mogelijk besmet zijn. We weten niet welke waterbron waar op het terrein besmet geweest is. Dus ik kan niet exact zeggen of alle mensen potentieel besmet kunnen zijn of dat het om een klein aantal gaat. Maar dat is natuurlijk wel reden tot zorg. Er is geen reden tot zorg voor mensen die niet op die tentoonstelling geweest zijn. Bij het gemeentehuis van Stedenbroek, de gemeente waar Bovenkarspel onder valt, staat Esther Eikelenboom. Esther, hoe is het nieuws bij de bevolking van Bovenkarspel aangekomen? Ja, dat nieuws is heel hard aangekomen, Roderick. De twee overleden mensen die waren afkomstig uit Bovenkarspel. En naast mij staat de burgemeester van Bovenkarspel, de heer Jan Hanstra. Meneer, hoe gaat het nu met hem, met de mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen? Ik heb begrepen dat er 21 mensen nog in het ziekenhuis liggen, hè? Met sommigen gaat het aanmerkelijk beter dan in het begin van de opname. Maar helaas moeten we melden dat er toch nog een aantal gevallen zijn die werkelijk dodelijk ernstig zijn. Wanneer heeft u gehoord dat de ziekte zich verspreidt? Vanmorgen om 9:30 voor de eerste keer. De directeur van de gewestelijke gezondheidsdienst informeerde me. Ja, dan maakte zich van mij direct een grote mate van verslagenheid meester. En dan ga je naderhand nadenken, wat kan je in de gegeven omstandigheden nog doen? Wat heeft u gedaan? Wat zijn de maatregelen die u direct getroffen heeft? Nou, allereerst heb ik me geducht laten voorlichten van wat er nu feitelijk aan de hand is. Want het is natuurlijk een specifiek terrein waarin ik ook niet bekwaam ben. Toen me duidelijk was dat het een bacil betrof wat verspreid kan worden door water en dan nog in een verneveling, hebben de apparatuur waar wij gebruik van gemaakt zouden kunnen hebben tijdens de tentoonstelling gevraagd om die in ieder geval voor ons te bewaren, zodat politioneel of anderszins allerlei onderzoekingen daarna verricht kunnen worden. Ja, en hoe groot is nou de kans dat er nog meer mensen besmet zijn die dat nog niet weten? Godzijdank is vanmiddag gebleken dat die kans niet zo groot is. Er wordt zelfs heel klein genoemd. Het heeft te maken dat deze ziekte een bepaalde incubatietijd heeft.
Die incubatietijd die wordt geschat voor top ten hoogste 10 dagen. De tentoonstelling is ongeveer 12 dagen geleden beëindigd. Ja, oké. Dank u wel, meneer. Tot zover hier vanuit boven Karspel. Terug naar de studio. Esther Eikelenboom, dank je wel. De twee mannen die aan de bacterie overleden zijn, kwamen beide uit boven Karspel. Het grootste gedeelte van de 24 besmette slachtoffers liggen in een ziekenhuis in Hoorn. Het vermoeden bestaat dat zo'n 80 bezoekers van de West-Friese flora besmet kunnen zijn. Dat is weliswaar een klein gedeelte van de 80.000 bezoekers die de Bloemenshow hebben bezocht. Maar dat maakt de ziekte niet minder ernstig. Nog steeds is één patiënt niet buiten levensgevaar. De overigen zijn slecht, maar worden niet slechter, maar worden op dit moment ook niet beter. En we hopen wel dat we die zaken onder controle krijgen en dat die mensen dus gaan genezen. Maar op dit moment maken we ons zorgen. De vader van Nico Hoffer is 76 jaar oud en is besmet met de gevaarlijke bacterie. De familie is verbijsterd. Hoe voelt u zich onder deze situatie? Nou, er is eigenlijk maar één belangrijk ding en dat is, hij moet hier doorheen komen. Daar doen we natuurlijk op onze manier alles aan om mijn moeder met name bij te staan. Met name ook in de informatievoorziening. Dat is het belangrijkste, dat hij er uiteindelijk doorheen komt. En hij niet alleen, maar ook alle andere mensen die het betreft. Hoewel de oorzaak van de besmetting nog onderzocht wordt, is er een sterk vermoeden over de bron van de ziekte. Wij hebben nu hele duidelijke vermoedens, geen zekerheid, maar hele duidelijke vermoedens dat dat gebeurd is via waterpartijen, watervernevelingen tijdens de bloemententoonstelling West-Friese Flora in boven Karspel. En ik zal niet in detail gaan, maar die vermoedens die hebben er in ieder geval toe geleid dat wij menen ook die mogelijke besmettingsbron in de openbaarheid te moeten noemen. Er wordt rekening mee gehouden dat in de komende dagen meer mensen zich bij ziekenhuizen in het land zullen melden. Tot zover onze berichtgeving over de veteranenziekte in boven Karspel. En tot zover ook dit nieuwsbulletin. Terug nu naar Bernard Hammelburg. De laatste dag van de verhoren van de Bijlmer-enquête. Alle getuigen hebben onder ede hun verklaringen afgelegd en de commissie trekt zich nu terug om het eindrapport te schrijven. Dat rapport moet eind deze maand klaar zijn. Een van de belangrijkste redenen waarom de enquête is gehouden is om antwoord te krijgen op de vele vragen waarmee de bewoners van de Bijlmermeer al 6 jaar worstelen. Hoe zit het met onze gezondheid en hoe heeft dit kunnen gebeuren? Verslaggever Tom van Rooyen staat in Amsterdam Zuidoost met enkele vertegenwoordigers van de Bijlmer. Dag Tom. Dag Bernard. Ja, naast mij Hanna Belliot, voorzitter van het stadsdeel Zuidoost. En dominee Otto Roef, die 6 jaar lang de gedupeerden in de Bijlmer heeft begeleid. Mevrouw Belliot, wat heeft de enquête nu concreet opgeleverd voor de Bijlmer? Voor de bewoners van de Bijlmer heeft het concreet opgeleverd dat er eindelijk een gezondheidsonderzoek plaats gaat vinden. Dat gaat nu echt voor komen. De getroffenen. Ja, dat gaat nu echt komen. En wanneer? Wij hebben in ieder geval vernomen dat met het GGNGD al afspraken zijn om een onderzoeksploeg te gaan samenstellen. Ja. Dus ik denk zeer binnenkort. En het is een hele organisatie natuurlijk. Wat betekent dat voor de mensen in de Bijlmer in zijn algemeenheid? Aandacht, die enquête. Nou, ik denk dat dat gewoon nodig was. Mensen hebben heel lang getwijfeld. Getwijfeld aan zichzelf. Getwijfeld ook aan de overheid. Er de pest in gehad, want dat mag je best ook zeggen. Ja. En als dan eindelijk het bericht daar is van we waren niet gek. En we hadden toch best wel redenen om te klagen. Dan is het voor de mensen meer een opluchting, ja, dat het eindelijk zo ver is gekomen. Goed voor het zelfbewustzijn. Ah, Bernard. Ja, mevrouw Belliot, ja? U hebt het over wat voor gevoel het de mensen verschaft. Dat ze een soort van erkenning, dat er eindelijk is geluisterd naar die klachten die jaren hebben geduurd. Maar is het op de achtergrond niet eigenlijk de vraag dat u Nederland verwijt en de regering en de overheden verwijt dat we een beetje racistisch zijn? Als het niet een zwarte wijk had betroffen die wij zien collectief een beetje als een achterbuurt, dan was het allemaal heel anders gelopen. Nou, ik verwijt niemand iets, daar ben ik niet voor. De geluiden die ik heb opgevangen hier en daar,
die hebben inderdaad misschien iets van, als dat vliegtuig elders was gevallen, dan was er misschien een andere reactie geweest. Wat was dan die andere reactie geweest? Dat weet ik niet. Ik denk dat die vraag dan gesteld moet worden aan de mensen die dat soort geluiden ook af hebben gegeven. Maar daar ben ik niet voor. Ik ben in ieder geval wel voor het feit dat ik als voorzitter van dit stadsdeel dan eindelijk aan de mensen kan zeggen, het is zover. Er is een project wat jullie gezondheidsklachten gaat onderzoeken. Okay. En daar ben ik voor. Oké, ik geef naar meneer Roef, dominee Roef. De politieke verhoren, zeg maar, hè, de politici waren aan het woord. Wat is u opgevallen de afgelopen dagen? Wat mij vooral opviel is dat de eerste minister, minister-president Kok, zijn verantwoordelijkheid als eerste minister afschoof op de vakministers. Ik vond dat zeer teleurstellend. Teleurstellend? Zeer teleurstellend, ja. Hij heeft als eerste minister, dat bleek ook uit het verhoor, nauwelijks iets ondernomen. Het initiatief genomen als eerste minister om de Bijlmer-slachtoffers meer hulp te bieden. Dat is u opgevallen. Weet u wat mij opgevallen is hier in de Bijlmer? Dat behoorlijk veel mensen helemaal niet keken naar de verhoren. Dat lijkt op onverschilligheid bijna. Ja, dat verbaast mij ook niks. Nee? Mensen die een trauma hebben opgelopen, die willen in eerste instantie niet direct geconfronteerd worden met de beelden. Het herbeleven van 4 oktober 1992 en de gevolgen daarna komt dan opzetten. Dat neemt niet weg dat zij zeer geïnteresseerd zijn in wat de Bijlmer enquête aan het doen is. En ze krijgen dan ook via te horen wat zich daar in Den Haag afspeelt. Dominee, mag ik u vanuit de studio een klein vraagje stellen? Het is toch ook zo dat toen die klap was gevallen en in de jaren daarna, bijna iedereen die een griepje kreeg in de Bijlmer onmiddellijk zei dat komt door die Bijlmer-ramp? Ja, dat klopt. Traumatische ramp als bij de Bijlmer vliegramp is het wel haast een vanzelfsprekende zaak dat tussen het koren ook kaf bevindt. En dat zeker een aantal zaken ook worden overtrokken. Neemt beslist niet weg dat er heel veel slachtoffers daadwerkelijk hebben geleden. En ik hoop ook van harte dat, en ik denk ook dat het niet die weg op zal gaan, dat de goede onder de slechte lijden. Ja. Even als laatste, hè. U vindt beide, heb ik begrepen, zeg ik maar even, dat er geen ministers af hoeven te treden. Daar gaat het u niet om. Er komt een onderzoek naar de gezondheid. Ja, dus het boek Bijlmer-ramp kan dicht voor de rest van Nederland. Ja? Dat denk ik niet. Ik denk dat boek dat wij een ander hoofdstuk gaan opslaan. Een hoofdstuk waar wij gaan naar een verwerking. Nu de feiten er liggen, nu we weten wat er aan de hand is, kunnen we verder gaan in een soort genezingsproces. In het weer herstellen, denk ik, van het vertrouwen van de bevolking in een overheid. Maar ook weer mensen het plezier geven dat ze het toch aan het rechte eind hadden. Ja. Dat is ons nieuwe hoofdstuk. Meneer Roef, verwacht u nog wat van de overheid? Als ik zeg het boek is dicht, verwacht u dan toch nog iets van de overheid? Ja, want het gat dat geslagen is in Groeneveen en Kruidberg is nog steeds aanwezig in het hart van de mensen. Wat ik van de overheid verwacht is dat er faciliteiten worden geschapen. En daarmee bedoel ik ruimtes komen voor mensen om met elkaar hun ervaringen te delen. En wat ik ook verwacht is dat bij het begeleiden en helpen van slachtoffers ook geld over de brug komt. Want dat is geld. In de afgelopen jaren toch wel aan ontbroken. Goed. Wat is in een paar woorden het gevoel wat u nu heeft beide? Na 6 jaar ellende eigenlijk. Hè? Ja. Wat is het gevoel in een paar woorden, mevrouw Belliot? Betrekkelijke tevredenheid. Toch wel? Betrekkelijke tevredenheid. Omdat ik denk dat je ook de moed moet kunnen hebben om te zeggen van, je hebt een paar mensen gehad die altijd hebben geloofd in een andere uitslag. Ja. En nu hebben we dat. Dus dan moet je moet toch denk ik de positieve kant blijven zien. Betrekkelijk tevreden. Uw gevoel, heel in het kort? Dan wil ik het gevoel van de nabestaanden verwoorden. We zijn opgelucht. We kunnen nu werken aan het rouwproces. Goed. Mevrouw Belliot. Bernard, tot zover de Bijlmer. Mevrouw Belliot, dominee Roef en ook Tom. Bedankt.
De identiteit van het Koerdische volk moet worden erkend. Daarom moet de Turkse overheid een vreedzame dialoog aangaan met de Koerden. Dat zegt Akin Birdal, de president van de Turkse mensenrechtenorganisatie IHD. Birdal krijgt morgen de Geuzenpenning. Dat is een jaarlijkse onderscheiding die in Nederland wordt uitgereikt aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten in hun land. Alleen, Birdal mag zijn land niet verlaten om de prijs op te halen. Hij moet binnenkort de gevangenis in wegens zijn politieke uitspraken. Daarom zochten wij hem op in Turkije. Dat opvalt in het kantoor van de Turkse mensenrechtenorganisatie IHD zijn de kogelgaten in de deur van Birdal's kamer. Bezoekers schoten vorig jaar hun pistolen op hem leeg. Ama sonra kapıdan geri döndüler ve ikisi de silahını çektiler. İşte bir şarjör kapı. Sonra içeri girdiler, ikinci şarjörü de vücuduma boşalttılar. İlk kurşun. Buradaki sinirleri çökmüş. Sonra iki kurşun işte kaburgalara çarpıyor, sekiyor ve buradaki burayı kırmış. Ve burada sinirlerde tahribat vardı, iki ameliyat oldu. Ya şimdi her gün 3 saat terapi görüyorum. Fizyoterapi, elektroterapi. Günde 1 milimetre ilerleme var, iyileşme. Ama ilerliyor, en iyisi o. 1 milimetre de olsa. Akin Birdal en zijn collega's betalen een hoge prijs voor hun strijd voor de mensenrechten in Turkije. 13 arkadaşımız öldürüldü bugün değil. Onlarca şubemiz kapatıldı. Yüzlerce soruşturma ve davalar açıldı. Ve sürekli tehdit altındayız. Hangi Avrupa Konseyi ülkesinde insan haklarını savunmanın bu kadar ağır koşulları var? Ben örneğini bilmiyorum. De mensenrechten in Turkije worden nog steeds op grove wijze geschonden, zegt Birdal. Ve karanlık bir fotoğrafı var insan hakları açısından Türkiye'nin. İşkence, gözaltında kayıplar, faile meçhul diye adlandırılan cinayetler, yargısız infazlar ve cezaevlerinde insan haklarına dayalı bir düzenlemenin olmayışı. Bunlar sistematik yaşanan sıradan olaylar. De strijd voor de mensenrechten is Akin Birdal, de president van de internationale mensenrechtenorganisatie hier in Turkije, niet in de koude kleren gaan zitten. Een tijdje geleden sprak hij zich openlijk uit voor het vreedzaam oplossen van het Koerdisch probleem. Direct daarop kwam de Turkse regering in actie. Resultaat: Birdal moet binnenkort de gevangenis in. Şimdi siz var olan bir şeyi reddederseniz bu sorun çözülmez. O nedenle artık belki bu yaşanmış acılar, ölümler, yıkıntılardan bir sonuç çıkarılabilir. Ve Kürtlerin de Türkiye'de varlığı kabul edilir. Ve ona bağlı haklar ve özgürlükler düzenlenir ve buna çözüm getirilir barışçıl. Aksi takdirde sorun sürecek demektir. Veel Koerden durven niet openlijk voor hun mening uit te komen. Zoals dit Koerdische meisje. Zij kan het probleem tussen hen en de Turken niet met haar Turkse vriend bespreken. Everybody's mind should be changed, but this is very difficult. I see that. I see him every day, but we even cannot talk this problem with each other because everybody is so strict. For example, I'm comfortable because nobody knows English here except you. But you can't talk about the problem. Education must change, but it seems absolutely no way for that because nobody works, nobody wants to change people's mind. People even don't want to change their mind. So I don't know what to do, but it's a hard situation, I think. Ondanks alle gevaren en bedreigingen blijft Birdal strijden voor de Koerdische kwestie. En dus ook voor een eerlijk proces tegen de onlangs gearresteerde PKK-leider Öcalan. Abdullah Öcalan da yani neyle suçlanırsa suçlansın bu haklardan ve özgürlüklerden yararlanması gerekir.
Ama ben adil yargılanma ve savunma hakkının kullanılabileceği konusunda doğrusu kaygılarım var. De arrestatie van Öcalan heeft gezorgd voor een nog grotere tweespalt tussen het Turkse en Koerdische volk. De meeste mensen op straat reageren enorm fel. Onu böyle yapmak lazım. Burası Türkiye toprağı. Türkiye toprağı olduğu için burada yaşayan herkes de Türk. Herkesin Türk olduğu için birbirine dost olması, yardımcı olması lazım. Onlar bir PKK üretmeselerdi, bir PKK'yı ortaya çıkartmış olmasalardı biz Doğu'ya yatırım yapabilecektik, Doğu'yu kalkındırabilecektik. Bu askeri güce giden, askeri amaçlar için kullanılan parayı oradaki halkın, oradaki insanların yararını harcayabilecektik. Yani Türkiye'yi seviyorum ve onların kesinlikle ölmesini istiyorum. Yani gebersin. Tek sonuç idam edilmesi. Bu kadar. Aldı. Thank you. Thank you very much. Beerdal kan de prijs dus morgen niet ophalen, omdat hij binnenkort de gevangenis in moet. Een duister vooruitzicht, waar Beerdal toch geen angst voor heeft. Ben şimdi kendimi özgür mü hissediyorum? Hayır. Dışarısı biraz daha çapı büyük bir cezaevi Türkiye. İçerisi biraz daha çapı küçük. De Geuzenpenning wordt morgen in Vlaardingen door minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking uitgereikt. Omdat Beerdal zelf niet kan komen, neemt een vertegenwoordiger van de mensenrechtenorganisatie IHD de prijs in ontvangst. En dan nu een blik op morgen en het komende weekeinde. Twee overlevenden van de slachting die Servische troepen in 1995 aanrichtten in Srebrenica komen morgenochtend in Nederland aan. Hasan Nuhanovic en Kiko Malkic bezoeken ons land op uitnodiging van het IKV van Mientjan Faber. Minister De Grave van Defensie weigert een ontmoeting met hen. Het RIOT voert een onafhankelijk onderzoek uit en een speciale commissie van de Tweede Kamer moet nog met de werkzaamheden beginnen. In die omstandigheden zou een ontmoeting niet nuttig zijn, aldus de minister. Volgens Faber wijst de houding van Defensie op de noodzaak van een parlementaire enquête. Vanaf morgen is het beroemde slangencollier Eternity van Cartier te zien op de European Fine Art Fair in Maastricht. Het collier maakt deel uit van een set met een armband en oorbellen. Tezamen hebben de sieraden een waarde van 22,5 miljoen gulden. De kunst- en antiekbeurs duurt tot 21 maart. Het Nationaal Songfestival wordt morgen opnieuw gepresenteerd door Linda de Mol en Paul de Leeuw. 5 solisten, 4 groepen en 1 duo gaan de muzikale strijd aan. Wie mag Nederland op 29 mei vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival in Israël? Vanaf dit jaar hoeven de liedjes niet meer in de landstaal te zijn. Alle mededingers zingen morgenavond dan ook maar meteen in het Engels. Vanaf zondag staat Vredenburg in het teken van Liszt. Jonge pianisten zullen dan 2 weken lang strijden om de hoofdprijs van het internationale Frans Liszt concours. Een geldbedrag van 25.000 gulden. Onder de deelnemers bevindt zich een groot aantal muzici uit de voormalige Sovjet-Unie. Zo ook Yuri Bogdanov. In Moskou speelt hij als eerste pianist bij het Philharmonisch. In Nederland is hij een van de 49 deelnemers aan de competitie. Dit is de droom van Yuri Bogdanov, om hier te kunnen spelen in de grote muziekzaal van Vredenburg in Utrecht. Over 2 weken worden in deze zaal de finales gehouden van het concours met muziek van Yuri's favoriete componist. For all the pianists around the world, Liszt is one of most great pianistic composer who composes a piece for piano. Because it's impossible imagine the piano without Liszt, because Liszt and piano, it's two things together, like maybe Rachmaninoff and piano, and Liszt and piano, Chopin and piano. And so it's of course, without Liszt, it's impossible to be a pianist. Hello, you're Yuri. My name is Yuri. Yuri zal tijdens de competitie bij een gastgezin logeren. Bij de familie van Barneveld wacht hem een verrassing. In het souterrain staat een concertvleugel. Piano, you can play on. Ja? Perfect. Oké. Okay. Voor
Naast Liszt is Schubert een andere favoriet van Jury. Op het concours zal hij dan ook liederen van Schubert spelen, bewerkt door Liszt. Maar wat zijn zijn kansen om te winnen? If you feel good or ill, you feel very nervous. Many different things. So I think all the competitor here can win. But I will to try. De finale is over 2 weken op 27 maart. En tot zover. Morgen gebeurt het. Maandagavond ziet u ons weer. Goedenavond en prettig weekend. Maart 1999. Dit is Morgen gebeurt het met vanavond onder meer het einde van de Bijlmer-enquête, reacties van de mensen om wie het allemaal ging en gaat. Akin Birdal, de vechter voor mensenrechten in Turkije, krijgt de Geuzenpenning per koerier. Goedenavond. Zo dadelijk een reportage over een held die Turkije niet uit mag om in Nederland de Geuzenpenning in ontvangst te nemen.